voor Sinterklaas en Piet. Hand in hand. En zing het Feyenoordlied. Hand in hand. Heb je al gehoord? Sinterklaas komt naar Feyenoord. Hand in hand. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja, zoals jullie zien sta ik hier op het parkeerterrein van Feyenoord. En op zaterdag 24 november gaat er hier iets heel bijzonders gebeuren. Dat is namelijk de dag dat Sinterklaas een bezoek komt brengen aan Feyenoord. Ja, en dat zal gepaard gaan met een gigantische Sinterklaas Fever muziekshow. Ik ga eens even kijken of de mensen bij Feyenoord er helemaal klaar voor zijn. Mag ik iets vragen? Ja. Heb je het al gehoord dat Sinterklaas op 24 november naar de Kuip komt? Ja, dat heb ik gehoord. Maar sorry Patrick, ik heb nu even geen tijd. Ik heb nu even iets anders aan mijn hoofd. Oh, wat is er dan? Ja, echt een groot probleem. Want dat kan ik nu niet zeggen. Een groot probleem, want ik moet eerst die jongens nu trainen. Oké? Okay? Ja, wat gaat er nog wel door? Wat zei die nou precies? Even terugluisteren. Dat kan ik nu niet zeggen. Een groot probleem, want ik moet eerst die jongens nu trainen, oké? Okay? Groot probleem. Wat zou dat nou zijn? Ik blijf gewoon wachten. Oeh! Wesley! Hé! Hey. Wat is er allemaal aan de hand? Ik hoor dat er een groot probleem is. Ja, dat klopt. We zijn een paar dagen de spelers weer kwijt. Niet? Ja, serieus. Ja, maar dat is toch verschrikkelijk? Ja. Maar heb je het misschien al kort, de buschauffeur gevraagd? Die is ook volgens mij nergens te bekennen. Ach, dat kan toch niet? Ja, ik begrijp dat jij moet gaan lunchen met je teamgenoten, maar is het misschien een idee als wij even met z'n tweeën naar Cor's kantoortje gaan? Ja, je hebt gelijk, dit is veel belangrijker. Ja, toch? Ja, ja, kom. Kom. Ik word helemaal zenuwachtig van je. Zo, ik ook. Oh, ja. Oh, moet plassen. Moet dat niet eens doen dan? Nee, laten we maar eerst de bus gaan zoeken. Oh, okay. Hoe moet dat straks nou? De trainer kan toch niet alle spelers meenemen op de achterbank, toch? Nee, dat kan inderdaad niet. We zijn met veel te veel spelers, we hebben echt die spelersbus nodig. Nou, Wes, dat lijkt me duidelijk. Dat gaat dus niet lukken. Het is maar goed dat we even naar Cor's kantoortje gaan. Dat was hier rechts. Oh, top. Dit is het kantoor van Cor. Ik zie op het eerste ogenblik niet zo heel... Oh, hier! Kijk! De spelersbus. Ja, die zoeken we niet. Maar dan in het groot, hè? Nee, die zoeken we niet. Dat is wel mooi. Ja. Ja, ik zie zo het eerste oog eigenlijk niet echt iets verdachts. Hé, Wes! Wat is dit? Nou, ik denk dat we zo snel mogelijk Cor en de bus terug moeten vinden. Nou, dat weet ik wel zeker. Nou, zijn schoenen heeft hij in ieder geval al gezet. Hier, ja, cadeautjes. Oeh, nou hier ook. Goh. Helemaal vol. Ja, ik heb een idee. De kinderen kunnen ons helpen. Ja. Jij kan ons helpen. Let heel goed op het verkeer, want misschien zie je wel de spelersbus. Op Feyenoord.nl zetten we al het nieuws over de spelersbus en over de Sinterklaas Fever Show. En je kan ons een bericht sturen. Ja, we houden je op de hoogte. Kom, we gaan Cor zoeken. Ja, goed idee. Wil jij weten hoe de zoektocht van Patrick naar de spelersbus afloopt? Kijk dan op 15 november naar de volgende aflevering van Sinterklaas Fever.